Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki neemt deel aan Summit for Democracy. Regering gaat over tot marktconforme prijzen voor brandstof. Oud-minister Ivan Fernald overhandigt boek aan president Santokki. Regering bekrachtigt tripartiet akkoord en in een gezond lichaam huist een gezonde geest. President Chandrika Prasad Santokki heeft op donderdag 9 december de Summit for Democracy toegesproken. Deze tweedaagse virtuele bijeenkomst, georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden, wordt bijgewoond door wereldleiders, gouvernementele en niet-gouvernementele deelnemers. Het Surinaamse staatshoofd gaf aan dat democratie in Suriname fundamenteel is voor het garanderen van vrede en veiligheid. De summit heeft een tweeledig doel. Eén hiervan is spreken over en luisteren naar uitdagingen waarmee de deelnemende landen geconfronteerd worden. Suriname is party to several international human rights treaties, such as the International Covenant on Civil and Political Rights and the Inter-American Convention on Human Rights. In both these treaties, it is mentioned that the right to information is essential in order to experience other basic human rights, such as the right to the freedom of speech. The importance of the role and safeguarding of participation and equal development opportunities for women, in particular, need to be emphasized. The national gender policy is highly prioritized within the Ministry of Home Affairs and its special division for gender issues. Suriname has set out a strategic path to ensure that all necessary actions are undertaken to safeguard experience and reflect the principle of democracy. Transparency and accountability within a democracy can only become effective when the government is obligated to provide information about and or justification for their actions to other actors, along with the imposition of sanctions for failure to comply and or to engage in appropriate action. These aspects cannot be promoted without having access to information. My government will submit a draft law to the Parliament of Suriname regarding the openness of government information, the so-called Open Government Act, both based on an active and proactive provision of information. Enforcing governments to be more transparent in its governing, it is one of the vital elements in the battle against the disease of corruption. Increased transparency should be expected to lower corruption levels. For the Open Government Act to reach its full effectiveness, the national ombuds institutions and provisions for the protection of whistleblowers will be submitted simultaneously for parliamentary approval. Children are the future of every nation and are only protected and cared for when their rights are ensured and fully protected so that children grow up to be fully fledged democratic citizens. Given the need for a special facility to investigate the conduct of children in particular matter, it is desirable to establish the Office of Ombuds Institution for Children who, upon request,
or of his own consent is able to investigate misconduct of government, administrative bodies, and other institutions' behavior. This institution will also be established in the foreseeable future. Within the office of the president, a special committee has been installed in this regard to prepare the necessary legislation and or other preconditions for its implementation. I appeal to all of you as leaders of your people to take up all actions to bring about the well-being and prosperity of your nation, but in particular to promote the principles of democracy as one body of nations. Thank you very much, and may God bless you all. Na intensief overleg binnen de ministerraad is de regering tot de slotsom gekomen dat haar geen andere keus rest dan over te gaan tot marktconforme prijzen voor brandstof. Ze heeft een maand uitgetrokken om dit beleid vanuit alle relevante stakeholders te ontwikkelen. Op woensdag 8 december 2021 is het besluit genomen om tot dan de prijzen ingaande donderdag 9 december als volgt vast te stellen. SRD 17,95 voor een liter diesel en SRD 17,90 per liter unleaded. Dit komt neer op een verhoging van SRD 1,95 voor unleaded en een onveranderde prijs voor diesel. De regering komt momenteel maandelijks in met 36 miljoen SRD om de prijs aan de pomp betaalbaar te houden. Zij merkt op dat binnen de productie- en handelssector het meest diesel wordt verbruikt. Aangezien de prijs voor deze brandstof ongewijzigd blijft, zijn er aanpassingen te verwachten in de prijzen van goederen en diensten. Derhalve zal er vanuit het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling strenge controle geschieden op prijsopdrijving. De regering roept de samenleving op om bij constatering van prijsopdrijving gelijk melding hiervan te doen. Oud-minister Ivan Fernald heeft zijn nieuwste boekwerk overhandigd aan president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd nam de productie met als titel Moeizame opbouw en snelle afbraak op woensdag 8 december 2021 in ontvangst. Het betreft een exposé van de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die zich in de periode 2010 tot 2020 hebben voltrokken in ons land. De president is staatshoofd van Suriname. En hij vertegenwoordigt ons. Hij is een regeringsleider. En mijn boek is een politieke beschouwing over de jaren 2010-2020. Waarbij ik aangeef dat wij steeds een moeizame opbouw zien en een snelle afbraak. En ik geef ook aan de indicatoren, dus de symptomen die je ziet. En ik denk dat het van groot belang is dat de president nota van neemt, omdat zij politieke beschouwingen zijn, want hij heeft nu een zeer grote verantwoordelijkheid om ons land te leiden uit de economische malaise waarin we zijn. En ik draag bij door dat boek aan de samenleving, en ik hoop dat men het leest, dat wij niet steeds kunnen vervallen in dezelfde fouten. De vicieuze cirkel van opbouw en afbraak moet doorbroken worden. En in mijn boek geef ik dus aan waar er rekening mee gehouden moet worden. Het besef moet dus gaan ontstaan dat het aan de politiek voering ligt, maar ook aan de, wat ik noem, de instituten, om ervoor te zorgen dat wij het pad van duurzame welvaart volgen. En dat de samenleving moet weten dat als we maar leidzaam toezien, dat uiteindelijk het volk het gelag betaalt. Kijk nu, om Stijberen, het volk betaalt het gelag. Niet politici die verkeerde keuzes gemaakt hebben. Uit opportunisme of uit onwil, onmacht of wat dan ook,
maar het volk. Younami. En dat is een deel van het boek. Maar het boek gaat ook nog verder. Er zijn ook andere paragrafen die aan de orde komen. Het tripartiet akkoord dat recentelijk door het tripartiet overleg is ondertekend, is door de regering bekrachtigd. Het document was na de ondertekening door de verschillende partijen op woensdag 24 november 2021 aan de regering overhandigd. Zij heeft op de regeringsraad van woensdag 8 december haar zegen gegeven aan het akkoord. Bij de uitvoering hiervan is een clusterteam van ministers belast. Dit team heeft het mandaat en de opdracht om te komen tot tastbare oplossingen die moeten leiden tot een daadwerkelijke koopkrachtversterking van het volk. Tijdens het tripartiet overleg zijn de sociale partners het eens geworden over 5 primaire issues die beleidsaandacht verdienen en waarover er in het tripartiet akkoord afspraken zijn gemaakt. Het gaat om afspraken met betrekking tot belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. Het behoeft geen betoog dat onze lichamelijke weerstand in deze turbulente periode van COVID-19 extra aandacht verdient. Het is van belang uzelf genoeg rust te gunnen en gezonde voeding te nuttigen. Geef jouw natuurlijke weerstand een boost met vitaminrijke voedingsmiddelen zoals groente en fruit. Iedere dag een stukje lopen is op zich voldoende. U kunt uw natuurlijke weerstand enkel in topvorm krijgen door een algemeen gezond eet- en leefpatroon. Men zegt wel eens, in een gezond lichaam huist een gezonde geest. Echter, in een gezond lichaam heerst ook een sterk immuunsysteem. Voorkom COVID door ook de hygiënevoorschriften in acht te nemen. Doe uw mondkapje op, was regelmatig uw handen, houd afstand en vergeet vooral niet uw prikje te halen. Stay safe. We hebben het dan gehad wat betreft deze aflevering van Focus. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.